Vrijdagochtend is de renovatie van de Waalbrug officieel van start gegaan. De komende anderhalf jaar zal onder meer de stalen constructie van de brug worden geschilderd en ook het wegdek worden aangepakt. Dat is ook nodig, aangezien de laatste renovatie alweer uit 1992 stamt. Destijds werd onder meer de busbaan aangelegd. Toch is deze renovatie inmiddels al later gestart dan gepland. We zouden vorig jaar eind mei beginnen met de renovatie, hadden we alles gesteld staan. En toen hebben we helaas ontdekt dat de Chrome 6 op deze brug zat. En ja, veiligheid first, dus we hebben de werkzaamheden uitgesteld om het veilig te kunnen uitvoeren. Ja, dat heeft tot vandaag geduurd helaas. Ja, want wat is er eigenlijk gebeurd met de Chrome 6 die is aangetroffen? Is dat verwijderd? Moet speciale maskers dragen? Wat gaat er gebeuren? Nee, de Chrome 6 zit in de verf en zolang je die niet aankomt gaat het goed. Maar ja, als je de verf gaat verwijderen, dan moet je wel maatregelen treffen. Dus wij gaan een werktent plaatsen. Als we met de Chrome in aanraking komen, dan zit er een werktent omheen. Dat we daar verder geen invloed hebben op de omgeving. De huidige verkeerssituatie zal de komende anderhalf jaar blijven zoals die nu is. Volgens Rutte zal enig ongemak niet te voorkomen zijn, maar is hier al wel rekening mee gehouden. We hebben goed overleg met de gemeente Nijmegen. Heeft de gemeente Nijmegen maatregelen getroffen in de stad, aan de westkant van de stad. De industrieplein is aangepast, het Nijmaplein is aangepast. De verkeersregelinstallaties in de stad zijn aangepast. Die worden dusdanig afgesteld dat er meer verkeer richting de oversteek gaat rijden. Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen het project Slim Spits in het leven geroepen. Dat mensen verleidt om niet in de spits te reizen. Het zij met het openbaar voer te reizen of met de fiets of een andere manier te reizen. In ieder geval dat we niet in de spits gebruik maken van de Waalbrug. En daarmee hopen de verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen. Voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse is er gelukkig goed nieuws. Zij kunnen op de Vierdaagse dinsdag gewoon over de brug naar Elst. Nee, dus hebben we nog een overleg met de gemeente Nijmegen. De wandelaars krijgen geen last, kunnen gewoon op de reguliere manier gebruik maken van de Waalbrug.